De chemische industrie biedt een sleutelrol binnen verschillende sectoren. Maar ook deze sector moet zich blijven innoveren en energie blijven steken in de duurzame energietransitie. Hoe bedrijven dit doen, dat ontdekken we bij Gadot Belgium. Vandaag is Gadot Belgium in de eerste plaats een strategisch knooppunt voor logistieke processen, voornamelijk chemische processen. Wij hebben in totaal 100.000 kubieke meter tankcapaciteit, 200 tanks in totaal. En daarbij hebben wij blendfaciliteiten, eigen afvullijnen, dus logistieke dienstverlening, maar bijvoorbeeld ook een afdeling die gespecialiseerd is in het afwikkelen van douaneformaliteiten. Dat betekent dat we hier kunnen functioneren als een one-stop-shop voor onze klanten voor chemische processen. Wel, wij kunnen een breed gamma aan chemicaliën opslaan. Dit gaat van olieproducten, biobrandstoffen en additieven tot basischemicaliën zoals natriumhydroxide en zoutzuur. Voor onze eigen producties slaan we meer dan 300 verschillende grondstoffen op. Door middel van menging of chemische reactie maken we dan meer dan 200 verschillende tussenproducten zoals additieven en afgewerkte producten zoals meermiddelen. Onze activiteiten vereisen uiteraard een hoge standaard op vlak van kwaliteit en veiligheid. Ja, het is natuurlijk niet alleen wat we doen, wat onze klanten voorsprong geeft, maar ook onze ligging is van kapitaal belang. Noordseepoort geeft toegang tot het Vlaamse hinterland, een belangrijk logistiek knooppunt in Europa. Maar ook vanuit Noordseepoort kunnen we heel gemakkelijk internationale klanten bedienen. Zo zijn wij onder meer een aantal jaar geleden gestart met een uniek service model voor export, waarbij bij goederen, services, binnen een uniek service model ook chemicaliën van hier op onze terminal tot op het Afrikaanse continent kunnen brengen op een volledig watergebonden traject. Daarvoor hebben we natuurlijk de haven nodig. En voor ons is Noordseepoort ook een heel belangrijke verzamelplaats voor spelers, partners, bedrijven met een visie op het voortouw nemen in de transitie. Daar horen wij ook bij. Gadot Belgium maakt onderdeel uit van de internationale groep Gadot met activiteiten in Duitsland, waaronder ook opslagmagazijnen voor chemicaliën en met zelfs een vloot van 15 zeeschepen voor chemicaliën bij Chemship die services, marine services leveren aan klanten van US tot in het Midden-Oosten. We zijn met andere woorden een vrij gediversifieerde groep en dat merk je ook bij onze activiteiten in België waar we een heel brede waaier aan diensten en producten aanbieden. Het feit dat we zo in de breedte gaan, maakt dat wij ook een grote combinatie kunnen maken van de troeven die wij hebben binnen onze groep, om op die manier een waaier aan complexe problemen voor onze klanten te ontzorgen. Er zijn drie grote business units, namelijk productie, wat houdt in blending en filling van de producten voor derden. De tweede business unit is het stockeren van producten, opslaan in tanks en multimodaal ervoor zorgen dat producten in en uit de terminal kunnen via water, weg of spora oplossingen. Het derde is distributie, dat is de belangrijkste, daar deze recent is opgestart geworden. En het is het verdeel van onze eigen producten in de markt, lokaal, maar ook export naar landen zoals Afrika. Eigenlijk kan je ons vergelijken als een one-stop-shop, een service provider die een totaaloplossing biedt aan klanten. En wij zorgen er eigenlijk voor dat door onze kennis de complexiteit van onze klanten hun processen wordt geabsorbeerd. Met Blue Label onderstrepen we onze visie op een unieke one-stop-shop. Dat is ook de visie die we hebben op de toekomst die we op die manier uitdragen. Onze klanten willen continu vooruit gaan boeken. Dat betekent zij verwachten van ons innovatieve oplossingen, duurzame processen, een ijzersterk en internationaal distributienetwerk, real-time data, ga zo maar verder. Om dat te kunnen aanbieden hebben we enerzijds de structuur en de ervaring nodig van een gevestigde internationale groep, maar anderzijds ook, en dat maakt ons wel wat uniek, de mindset van een start-up. Dit is net ons DNA. Combinatie van structuur, gevestigd internationaal en start-up mentaliteit. Dit brengen wij samen met Blue Label naar buiten met op termijn zelfs een volledige digitale customer journey. Wij investeren in nieuwe productielijnen zoals onze nieuwe smallpacklijn die klaar moet zijn in april 2024. Als ook voor nieuwe stockage- en afvulparken voor chemical liquids voor distributie. Kiezen wij voor veiligheid, automatisatie, efficiëntie en duurzaamheid. Maar daar blijft het niet bij. Ook voor onze oudere installaties trachten wij meer process intelligence en datacaptatie in te bouwen door onder meer in te zetten op IoT en IT-tools om signalen die wij capteren te kunnen omzetten in dashboards en grafieken.
Dit bouwt een vorm van business intelligence in, waardoor wij onder meer gebruik van energie, benutting van tankniveaus en eventuele procesbottlenecks kunnen monitoren en verbeteren. Samen met onze partners en eigen technische dienst maakt dit Solution Center een belangrijk element uit van onze bedrijfsvoering, waarmee we het verschil kunnen maken voor onze klanten. We hebben ons als bedrijf gecommit om ons steentje bij te dragen tot het behalen van de internationale klimaatdoelstellingen en de energietransitie die hiervoor vereist is. In de praktijk wil dat zeggen dat wij tegen 2030 onze CO2-emissies met minstens 42% zullen reduceren en anderzijds klimaatneutraal willen zijn tegen 2050. Wel, wij leggen een heel sterke focus op energieprojecten. Niet alleen op initiatieven om ons verbruik te reduceren, maar ook op koolstofneutrale energiebevoorrading. In de praktijk gaat wat dit laatste betreft eigenlijk over twee pijlers. 1. Het gebruik van groene warmte en 2. Het gebruik van groene elektriciteit. Onze plannen voor de toekomst blijven ambitieus. We analyseren momenteel de feasibility van de bouw van een tweede windmolen en de plaatsen van bijkomende zonnepanelen, maar ook andere zaken, bijvoorbeeld de bouw van een spoorwegaansluiting in samenwerking met Noordseepoort en Infrabel om de wegen te ontlasten, staan op ons programma. Ook gaat Gadot naar de exportmarkt toe. Voornamelijk gaan zij dus ook het distribueren naar die markten toe, voornamelijk Afrika. Wat gaan wij doen? Wij gaan dus chemicaliën kopen wereldwijd en die dan verschepen, ofwel rechtstreeks ofwel via onze zitten naar deze landen. De complexiteit wordt volledig uit handen genomen van de klant en waar wij dan volledig in onze handen nemen. En dat zint ook de klant. Nu, de ecologische voetafdruk proberen wij te verminderen via de Belgische waterwegen naar Antwerpen te varen en dan zo naar diepzee. De core business van Gadot Belgium is historisch CMO blending, waardoor Gadot eigenlijk aanzien wordt in de markt van de major blue chip multinationals als een gevestigde waarde voor het blenden van lubricants en additieven. Ons werkterrein bevindt zich voornamelijk in het realiseren van gemakkelijke blending, verdunningen, maar ook hoogwaardige complexe processen en reacties. Conceptueel kan dat eigenlijk een beetje aanzien worden als het volgen van receptuurbijbreiding. Dus onze tanks zijn uitgerust met jetmixers en overtopcirculatie en verbonden met het Lubo-manifold, waardoor de procesoperatoren dus eigenlijk op een heel efficiënte manier kunnen transfereren van de grondstoftanks naar de blendtanks. Na het blenden komt de staalname en de kwaliteitscontrole. Die wordt uitgevoerd door een professioneel team van laboranten bij ons op de site. Gezien onze jarenlange blendexpertise hebben we een hoge right first time percentage, dus 99% is echt uitmuntend. Daardoor worden wij voorzien eigenlijk aanzien als dé referentie in ons marktsegment. Na het blenden wordt een meerderheid van de producten afgevuld in de ganse range van verpakking. Zijnde van de small packs, de kleine busjes van 1, 2, 5 liter tot 1000 liter containers en alles daartussenin. En verder bieden wij ook als toegevoegde waarde, dus eigenlijk de multifunctionele supply chain mogelijkheden aan. Gadot Belgium telt momenteel zo'n 120 mensen. Werken bij ons is vooral een kwestie van mindset, van entrepreneurship en van dynamisme. We zijn een internationale bedrijf met een internationale context, maar wij hebben een gemoedelijke en een familiale sfeer. Mensen die zich aangetrokken voelen tot onze open en ambitieuze cultuur zijn altijd welkom. En meer dan ooit zijn wij daarbij op zoek naar intrapreneuren. Mensen die de identiteiten van Gadot voor de komende jaren bepalen door hun visie op de toekomst, hun ondernemende vista en hun drang om de toekomst mee vorm te geven. Mensen ook die hun leiderschappotentiële willen ontdekken, verkennen en testen. Want daarin wil Gadot resoluut investeren met gerichte coaching. Als projectmanager van Gadot beheer ik samen met onze projectdienst de investeringsprojecten die nodig zijn om onze terminal future-proof te maken. We werken daarin in nauw contact met onze klanten om nieuwe projecten uit te werken en om een oplossing te vinden voor hun vraag.
Maar evengoed werken we ook nauw samen met onze onderhoudsafdeling en onze productieafdelingen om de bestaande installaties mee te laten evolueren om de steeds snellere economie, veranderende economie te volgen. Het is moeilijk om een standaard werkdag te beschrijven op Gadot, maar elke dag is uniek in een projectafdeling. Maar om toch een poging te wagen, 's morgens start ik met een kop koffie en begroet ik de collega's. Nadien verwerk ik een eerste aantal mails om dan een tour te maken rond de site via de lopende projecten om de status op te snuiven. Dagelijks is er ook een overleg gepland tussen de verschillende afdelingen om de planningen en de werken op elkaar af te stemmen. Een groot deel van mijn dag bestaat ook uiteraard uit vergaderingen, kick-off vergaderingen, planningsvergaderingen, budgetopvolging, maar ook contact met aannemers, leveranciers en vakexperten. Ik werk ondertussen een jaar bij Gadot en elke dag is tot nu toe uitdagend geweest. De innovaties en de uitdagingen die binnen de terminal mogelijk zijn, zijn enorm en dat triggert mij eigenlijk elke dag. Om dit te realiseren worden we sterk gesteund door een zeer betrokken management en krijgen ook veel autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat maakt dat we zeer snel kunnen schakelen en innoverend te werk kunnen gaan. Werken binnen Gadot betekent werken in een familiale sfeer. Iedereen respecteert, helpt en stimuleert elkaar en dat maakt het plezant werken. Ik maak deel uit van het customer service team bij Gadot Belgium. Wij plannen producties in aan de hand van de binnenkomende klantenorders. Wij verwerken ook de metingen voor de stoktelling en maandelijks doen wij ook de facturatie. Dus kortom, een heel gevarieerd takenpakket. Niet enkel dat maakt het leuk, maar ook de appreciatie van de klanten. Als team proberen we ook te streven naar transparantie door goede communicatie. En op die manier willen we ook een goede samenwerking met de klanten, als ook intern. Als laatste, en misschien ook nog het belangrijkste, dat is de toffe sfeer hier bij Gadot. Eén voor één super collega's en ook een platte organisatiestructuur. Sinds daarheen is ook iedereen erg behulpzaam, dus wat zou je nog meer willen? Als Gadot België hebben we de ambitie om een belangrijke groeimotor te zijn in de ontwikkeling van duurzame chemische productie en services binnen North Seaport. We willen een duurzame logistieke cluster uitbouwen met partners die de groene chemie van de toekomst bouwen en mee inzetten op de transitie voor de bestaande chemie en legacy technologie om die zo koolstofarm mogelijk aan te reiken. Die visie delen wij ook met de partners binnen onze groep Gadot. We willen daarbij steeds blijven inzetten op een one-stop-shop, zodat onze klanten voor een heel pakket aan services bij ons terecht kunnen. En ontzorging van onze klanten blijft daarbij heel belangrijk. De toekomst is green, daarom blijven we investeren en die visie zetten wij kracht bij met Blue Label.